Tof dat jullie kijken naar een gloednieuw Minecraft Survival aflevering. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ben vandaag met een super toffe gast. Maar eerst wil ik nog heel eventjes stilstaan bij gisteren. Niet te geloven. Milan is 3 keer dood gegaan. Ik ben 1 keer dood gegaan. De border is kleiner geworden. En dat is niet leuk. Dus ik moet meteen weer armor gaan maken. Een nieuw zwaard. En we hebben wat nieuwe resources nodig. Het iron is bijna op. We hebben nog maar 6 diamonds in totaal. Het ziet er niet heel erg best uit, maar ik heb een hele toffe, goede, vriendelijke vriend uitgenodigd die mij gaat helpen en het ene ander gaat veranderen. 3, 2, 1, bam! En daar hangt hij. Het is het varken. Echt? Ga je dat zo doen? Hé, hey, Ronald! Hey, oh! Ja, daar hoor jij thuis, bij de kippen! Ja, maar hoe kom ik hieruit? Ik wil geen kippen vermoorden. Jij zit hier voor altijd nu. Nee. Mwahaha. Nee. Mwahaha. Nee, Enzo, doe dit niet. Nee. Ja, even serieus, hoe kom ik hieruit? Je hebt daar aan de zijkant heb je deurtjes, die kan je open doen. Oh ja, dat heb je in Minecraft. Yep. In survival. Hoe lang heb je al geen Minecraft meer gespeeld? Survival dan, hè? Survival, de laatste keer was... Nou, ik heb wel Skyblock gespeeld, dat vond ik wel leuk. Hey. Maar de laatste keer echt survival was met jou. Dat was wel 1,5 jaar geleden ongeveer. Dat was in ieder geval nog seizoen 2, geloof ik. Nee, seizoen 1. Ja, was het in seizoen 1? Seizoen 1, dat was nog onder een berg die zat te hangen. Ik ging heel vaak dood. Jij prankte mij nog. Die krijg je wel terug, een keertje. Heb je serieus nooit meegedaan in seizoen 2? Je had me verraden, man. Oh, dat kan ik me serieus niet meer herinneren. Nou, sorry daarvoor. In ieder geval, dames en heren, dit is Ronald van het YouTube-kanaal Het Gameportaal. Zo stom, hè? Zo stom. Ja, ik weet het niet. Oké, maar Enzo, ja? Je hebt echt de beste persoon ingehuurd die jou gaat helpen om de boren weer groot te maken. Ja. Nou, alles wat Milan heeft gedaan gisteren, kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Nee. Kan echt niet. Dat is echt verschrikkelijk. Jij weet in ieder geval wat er niet mag gebeuren. En dat is doodgaan. Dat is doodgaan. Je moet het overleven. Dat is heel erg belangrijk. Ja. En wij hebben iron nodig. We hebben iron. Ja, dus ik ga wel even ook wat diamond pickaxe voor je maken. Of wat golden pickaxe voor je maken. Want we zijn nog geen rijke tata's. Nee? We zijn nog een beetje arm. Dus dat is niet best. En we hebben ook nog maar 1 diamond. Moet je nagaan. Dus wij moeten even op jacht gaan. Maar gelukkig, kijk eens aan, alle pickaxe. Maar gelukkig... Oh, en ik zou ook een zwaard voor je maken. Waarom maak je zoveel pickaxen? Oh ja, gold gaat heel snel kapot inderdaad. Ja, je hakt er snel mee, maar het gaat wel sneller kapot. Ja, ik kan geen eens een zwaard voor je maken. Maar we komen als het goed is ook geen monsters tegen daar beneden. Dus dat moeten we goed komen. Ik kan sowieso wel even een woeden. Oh, wacht, kijk. Ik heb hier een zwaard voor je. Ik heb er eentje voor je gevonden. Oh, wat lief. Ja, ik denk waar. Ja. En hier zitten als het goed is nog torches in. Oké, cool. Ik neem 15 mee. Er zitten wel torches. Kijk, 64. Hops, oké. Yes. En ik zal je nog even wat eten geven. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Cool. Oké, dit gaat goed komen. Dit gaat zeker weten goed komen. Wij gaan hier naar beneden. Hier kan je naar beneden laten vallen. Ja, ik ben zo bang, ouwe. Ja, dat zou ik ook zijn als ik jou was. Want als je dit verknalt, jongen, dan... Oh, shit. Oké, ja. En dan kom ik wel, yo. Hey, turn up, man. Oh, jullie hebben al dat stripminen gedaan. Ja, dan moet je altijd even via hier lopen, want dan vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Oh ja, oké. Ja? Oké, ik zal het doen. Oh, huh? Hey! Uitzending! Dit komt door mij! Dit komt door mij! Maar hey, ik heb even een vraag. Wil je helm eens afdoen? Ja hoor, Maar ik heb een goud oogje, man. Ja, daar zat ik dus naar te kijken. Wow! Dat ziet er toch cool uit, man. Dit ziet er episch uit. Je hebt gewoon door die... Oh, dan moet je wel recht kijken, niet schuin. Want dan zie ik jouw rode oog. Maar je hebt gewoon door die helm heb jij gewoon een gouden oog gekregen. Ja, het staat er mooi... Ja, het is gewoon geweldig, man. Het ziet er super vet uit. Anyways, wij hebben hele toffe reacties die wij gaan behandelen deze aflevering. En de allereerste reactie, dames en heren, is van Jannek. En Jannek, die heeft een hele leuke vraag. Ik ga hem aan jou stellen.
En als je deze goed hebt, dan krijg je van mij een item. Daar. Wow, is een pickaxe nu al kapot? Ja. Ja, het gaat zo snel, man. Ik heb wel redstone, man. Dus dat is wel goed om te hebben. Ja, en ik heb hier allemaal iron. Dus ik kan dat aan jou geven en dan kan je straks boven even een iron pickaxe maken. Is goed, is goed. Het gaat waarschijnlijk ietsjes langer mee. Ik weet nog wel dat ik altijd die autisme had om dit allemaal weer per se. Dus die blokjes die ik aan de zijkant van de stripmijn hakte, om die weer terug te plaatsen. Oh ja, ja. Dat ken je dat? Ja. Oh, echt zo stom. Anders raak ik helemaal gek. Ik ben Pietje precies met zulke dingen. Ja, ik ook heel erg. En als iets op mijn bureau hier, en ik heb dan best wel een groot bureau, als iets niet goed ligt naar mijn mening, dan moet ik dat, en ook kost dat extra veel moeite, precies goed leggen, weet je wel. Ja, ik ben altijd dat het hier schoon moet zijn, man. Dat het schoon moet zijn? Ja, ja. Hey, maar dat is wel een goede eigenschap. Daar zal je vriendin vast ook wel blij mee zijn. Ja. En doe je dan ook de eigen was? Je eigen was? Zeg je? Doe je dan ook je eigen was? Ben je ook helemaal in het huishouden bekend? Ik ben YouTuber, man. Ja, ik ook, maar ik doe het ook. Ja, maar ik woon nog bij mijn moeder. Ja, oké, dat is wel een luxe inderdaad. Dat is een pluspuntje. Maar zij kookt ook nog zijn eten. Ze doet eigenlijk alles voor je, behalve je kont afvegen. Ja, over kont afvegen. Nee, jij hebt zo'n moeder die ook dat doet. Eten kan ik wel zelf maken, hè. Oké, dat doe je wel zelf. Geboren kok. Oké, nou daar gaan we misschien straks nog even over praten. Maar we moeten het sowieso even hebben over de reactie van Jannek. Hij heeft dus een vraag en onthoud het goed, hè. Als je deze goed hebt, Ronald, dan krijg je van mij een speciaal item. De vraag luidt als volgt. Wat staat er op een Russische USB-stick? Wat? Wat is dat nou? Dit zijn die Minecraft Survival 3 vragen, jongen. Minecraft Survival 3 vragen? Ja. Een liedje van een Duitse groep en die zingen over Moskou. Wat? Hoe kom je daar nou weer bij? Dat is echt een fucking mooi liedje. Die gaat nou... Moskou, Moskou... Wat? Oh! Die ken ik! Ja, ik ook! Maar dat is van zo'n bierreclame. Ja, okay. Dat nummer is serieus gebruikt een keer voor een bierreclame. Nee, dat was een ander. Dat is... Dun, 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 dun. Ja, dat is hem! Ja, dat is hem! Dun, dun. Dat je die weet, maar die lijken zo erg op elkaar. Ja, oké, maar trouwens, ik heb een probleem. Ik heb jouw iron even nodig, want ik kan zonder... ik kan niet met gold, kan ik iron hakken, ben ik achtergekomen. Oh, echt niet? Ja, oh, nee. Dus je hebt een iron blokje verpest, zeg maar. Ja, en redstone. Oh. Five diamonds. Nee. Nee, niet five diamonds. Nee. Oké, je mag nog twee keer gokken. Wat staat er op een Russische USB-stick? Wat staat er op een Russisch USB-stick? Ja. Ik heb geen flauw idee. Ik ga trouwens niet altijd het kool hakken, dames en heren. Maak je geen zorgen, want ik zie sommigen al denken... Enzo, je hebt al zoveel kool. Maar dat valt eigenlijk nu best wel mee. Maar over een paar afleveringen zullen we waarschijnlijk wel genoeg hebben. Maar nu hebben we het nog nodig. Ronald, tweede vodka. Suggestie. Wodka? Nee, er staat geen wodka op. De derde? Knoppautaat. Nee, ook niet. Oké, kut. Weet je wat erop staat? Ja. Put in. En ik ga deze reactie in beeld laten komen. Pieuw! En ik vind hem echt geniaal. Ik vind hem echt... Oké. Ja, toch? Die is flauw, maar die leuk. Die is heel erg flauw, maar heel erg leuk. Inderdaad. Oké, ik lach. En laat ik dat nummertje even opzoeken. Ik wil dat nummertje nu echt even horen. Hè? Weet je ook hoe die heet? Propaganda Nastrojek. Oh, hij weet het gewoon. Ja, dat is hem inderdaad. Oké. Propaganda... Nastrojek. Oh ja, ik zie hem hier. Geniaal dat jij het weet. Ik kreeg een beetje zo'n Kim.com persoontje. Oh my god. Ja, dit is nostalgie. Even serieus, van de... 4 jaar geleden? Oh, ik heb hem hier. Oh! Ja, echt hè? Ik heb hem hier. Dun. Oké, daar komt-ie. Ja? Oh! Voor mij gaat Enzo helemaal los. Ja, ik ging helemaal los van. Ja, dit is geniaal. En nu moet je ook even invullen Moskou. Dan weet je ook welke ik bedoel. Oké, dan ga ik die ook nog even zoeken. Gewoon Moskou song of zo? Nee, gewoon Moskou. Twee keer Moskou. Moskou. Ik heb geen flauw idee, maar zing in Moskou. En hoe heet het dan? Van de Genghis Clan? Klinkt wel heel duister, maar ik denk...
En je hebt ook een nummer van Michael Jackson, Stranger in Moskou. Ik kan de moonwalk. Even serieus, even off topic. Ik was Michael Jackson fan. Oké, hier komt-ie. Moskou. Komt-ie, mensen? Ja. Yeah. Mooi, hè? Ik ga gewoon verder minen. Ondertussen, dit is een perfecte mijnliedje, hoor. Yeah. Welk stukje ben je nu? Oké, volgens mij komt hij straks. Hij gaat nu denk ik zingen. Ja, ik... Stil! Hij zei Moskou, ik ga denk ik naar het refrein even. Ja. Het heeft een hele fucked up dansje. Ja. Ja, dat is echt geweldig. Het is echt een liedje die in je hoofd zal blijven hangen. Ja, ik heb het refrein. Ja! En het lijken me allemaal Power Rangers. Ja! Oké, let op. Stil. Moskou. Geniaal, echt geniaal. Oh, prachtig gewoon. Niet normaal. Ik zal even die twee liedjes in de beschrijving zetten, zodat jullie gewoon na deze opname nog volop kunnen genieten van Moskou. Ja, jeetje, en dat jij ook toevallig gewoon allebei de nummers kent. Ja, maar ik ben fucked up. Na zoveel jaren te kennen, dan weten we dat gewoon wel. Ja, precies. En ik kwam laatst wat tegen, dat had D geretweet. Ja. Dat was ook wel een faceswap van ons van een paar jaar geleden. Oh, nee, dat was wel een faceswap. Ja, maar dat was geen eens via Snapchat. Nee. Moet je nagaan, toen deden we dat al. En toen was ik zo awkward, man. En toen was je heel awkward, ja. Ja, ik weet nog wel. Dat was een keer in Assen. En die facewap die was inderdaad super ongemakkelijk. Ja, echt niet normaal. Maar was wel lachen. We kennen elkaar dus al best wel lang, hè? 3 jaar. Langer. Nee, volgens mij 3 jaar. Want dat was ongeveer toen ik met YouTube begon. Dus bijna 3,5 jaar dan. Mag ik er nog een weetje vertellen? Ja, gooi er een weetje. Dit is de Enzo Knol weetje wat niemand weet. Oh. Waarschijnlijk jij ook niet. Oh, shit. Ben je er klaar voor? Oh, dan weet ik niet of... Oké, ik wil een bedankje. Een bedankje in de reacties. Een bedankje? Ja. Voor Enzo, dit weetje. Enzo heeft met mijn vlogcamera gemeld dat hij dagelijks zou vloggen. Oh ja, dat klopt! Ja, dat is waar! Oh shit, dat is waar ook! Ja! Ja, dat klopt! Ik was namelijk in Assen en toen was Ronald daar ook. Ja. En toen vertelde ik inderdaad, want ik had toen nog geen eigen camera, dus toen mocht ik die van Ronald even lenen. En toen vertelde ik met die van Ronald van, ik vind het vloggen zo leuk, dus ik ga vanaf nu proberen dagelijks te vloggen. Ja. En ja, dat was iets van de 4e vlog of zo, geloof ik, die ik maakte. Ja, klopt. Ja, precies de 4e? Ja, 7e. Oh, de 7e. Oké, ja. Geen blauw idee, man. Het was ergens in die buurt. Maar het is wel een leuk weetje. Ja, het is zeker een leuk weetje. Meestal doet Wouter de weetjes, maar nu gooi jij er ook gewoon een leuk weetje. Mag ik een speciale intro, een liedje als ik een weetje doe? Ja, als je hem zelf maakt en opstuurt, dan elke keer als jij een weetje doet... Ja, laat maar. Nou, daar wil ik je aan houden. Ik zal mijn best doen. Ik ga kijken of ik wat kan maken. Ik wou net zeggen, dat zou toch geniaal zijn? Elke keer als jij een leuk weetje doet, dan... Met explosies. Met explosies. Ja, ik vind het helemaal prima. Ja, en Russisch muziek. Wat heb je eigenlijk allemaal? Dan, hier komt het Ronald's weetje. Moskou. Ja, dat is gezongen door Duitse mensen, jongens. Ja. Dat is een nieuw weetje. Oké, maar... Ja? Nee, ga jij maar. Ik ga weer terug, man. Ik heb genoeg gemined. Moet je kijken hoe lang. Ik heb 2 stacks coal. Wacht, ik zie hier gewoon een super vette cave. Dus ik ga hier even een kijkje nemen. Kijken of ik... Ik ben nog geen één keer een spanner tegengekomen. En dat valt me eigenlijk best wel tegen. Ik heb nog nooit een spanner tegengekomen. Nog nooit? Nee. Hoe kan dat nou? Hoezo nog nooit? Ook niet met mij in seizoen 1? Jeetje, nee. Nina. Jij mist toen dat. Toen had je nog niet eens spanners, volgens mij. Jawel, toen had je wel spanners. Oh, die heb je al vanaf het begin. Ja, ik weet nog wel dat jij mij ging pranken, dat ik ergens moest kijken, toen viel ik in de eeuwigheid. Ja, pas maar uit, hoor. Ja, ik ben boos. Dat gaat nog wel vaker gebeuren.
Oké, kom maar, ik kom binnen boven. Ja, daar, ik ben dus in een cave. Ik heb hier een grot gevonden en ik... Oh, het loopt hier dood, dus waarschijnlijk kom ik straks ook weer terug. Waarom zie ik hier overal minecarts? Oh ja, dat is een ideale 2016 lift omhoog. Als je elke keer rechtermuis om doet, dan kom je vet snel omhoog. Even kijken. What the fuck? Ja, okay, dat is cool, hè? Oh, hey. Ja, dat zijn die Minecraft survival skills, Ronald. Ja, die heb jij nog niet in je macht. Nee, ik ben nog niet zo goed, man. Oké, maar waar ben je? Oh, wil je iets leuks horen? Ik heb nog een hele leuke mop, oké? Okay? Ik ook. Zet je geluid harder. Oké, ja, ik heb hem heel hard staan. Oké. Was dit je mop? Dit was de mop. Ja, ik heb ook een mop. Oké. Ik heb hem te vaak verteld, maar nooit aan jou. Dus ik kan het ook wel aan jou vertellen. Ja, tuurlijk. Hoe noem je een ongestelde paard? Een ongesteld paard. Ja. Het is waarschijnlijk fucking flauw, Ronald kennende. Hoe heet een ongesteld paard? Weet ik niet. Een tamponi. Een tamponi, are you serious? Een tamponi. Okay, ja, ik ben van de slechte grappen. Net zoals hoe heet een discriminerende Chinese bende. Weet ik niet. De Kroepoeks Clan, zulke dingen. Oh my god. Oké, is genoeg. Maar dat zijn in ieder geval wel moppen die ik kan onthouden. Ik onthoud ze nooit. Ik ben slecht in grappen. Dit zijn de enige twee grappen die ik kan vertellen. Ja, dat nou, het enige grap die ik weet is... Ken je deze mop? Twee tieten en vlog. En dat je een dikke ruft in mijn oren. Ja, en dat. Ja, dat kan ik ook. Dat is niet zo moeilijk te onthouden. Hey, turn up, hé. Hey. Okay, waarom moet ik trouwens alle resources neerleggen? 5 gold ore en hoeveel iron ore? 42. Oh, jeetje. Niet normaal, goed. Oké, al je iron ore, dat kan je gewoon in de ovens doen. En alle resources kan je in deze grote chest doen. Of tenminste alle blokjes, cobblestone, gravel, andesite en granite. Maar de rest kan je hierin doen, in de rechtsboven. Maar die raakt al vol, hè? Niet normaal. Ja, die moet ik uitbreiden. Ik heb eieren, ga ik even mee keilen. Mee keilen, zegt ze dat zo bij jou? Keilen, ja. Mee keilen. Kijk, ik heb deze beter gemaakt. Oh ja, beter. Kijk, ga je gang. En wist je dat je allemaal achievements kan halen en dan kan je knolpower coins krijgen? Nou, en ik heb nog zo'n knolpower coin en die ga ik hier openmaken. Oh, chill. Kijk, een supermooi paard. Oh, wauw. We noemen hem Tamponi. Hij werd beschoten. Oh, snap. Ik wil niet doodgaan, ik help je. Door dat stomme skeleton. Ja, je moet echt niet doodgaan, hoor. Ik ga terug. Ik sla ze allemaal naar jou toe, ja, hoeps. Ja, ik ben bang, man. Ja, je moet echt niet doodgaan. Ja, ik ben nog steeds echt een pussy als het gaat over Minecraft. Zo, een spin. Oh, die haat ik het meest. Het is wel zo dat je... ik heb 25 spiders gekilled. Alweer een knolpower coin. Oh, nice. Ik ga het openmaken. Oké, go for it. Oké, 1, 2, bam. Let's go. Wat zit erin? Oh, je hebt hier een paard. Dit is episch. Hoe toevallig is dit, mensen? Oh, dit is de eerste keer dat ik op een paard ga rijden. Hier heb je appeltjes. Oh my god. Wat kan je met appels? Je moet hem dan, wel eerst appeltjes geven. Dan vindt hij je lief. Ja, echt? Ja, zonder grap. Hebben we appels? Ja, we hebben appels. Oké. Dit is zonder grappen. Oké, dat heb ik nooit geweten. Oké, waar zijn die appels? Hier. Ik leg ze hier voor je neer. Oh, jij hebt ze. Oké, nice. Ja, oké. Kijk. Oh, dat wist ik helemaal niet. Kijk. Hey, paard. Ja, vind je lekker, hè? Oh, wat? Nog echt ook? Je vindt het lekker, hè? Maar wat moet je dan doen? Moet je dat aan hem geven? Nu timmen. Weet je wat? Ik ga het doen. Ik heb hem net een appeltje gegeven. Dus hij vindt me waarschijnlijk wel lief. Hij vindt me... Oké. Als je een temt, krijg je een achievement, hè? Ja? Ja, tem een paard. Ik moet er ook nog eentje temmen, staat hier. Rust. Fuck, oké. Ik ga het doen. Ja! Dit is niet leuk! Ik heb hem gewoon gejat van je. Hey! Hopsakee, gek! Dit is cool! Yo, dit is... Mag ik erop rijden? Awesome! Hoe zullen we hem noemen? Hoe noem ik hem? Het is mijn paard nu! Sorry! Oké, even kijken. Ik heb ergens in die chesten... die heb ik hier zitten. Val alsjeblieft met die paard, man. Kijk, let op, hè. Hey! Chill, hè? Heb ik hem gewoon aan een lead zitten? Hey, wat doe je? Mijn lead! Wat? Ja, ik had hem vast zitten. Je mag hem niet bereiden. Oh, is hij kapot nu? Ja, hij is kapot. Als hij vast zit, mag je hem nooit bereiden. Ga er vanaf. Oké, dat het kapot zou gaan. Blijf hier. Nee, hij is niet kapot. Maar we hebben nog knolpower points, toch? Ja, jij geloof ik nu ook. Nee. Ik heb er zelf twee. Jij komt hij, komt hij, komt hij!
Wat? Oh, ik heb het hoofd van Link. Oh, mag die? Hallo. Mag hier, die? Jij mag hem ook hebben. Ik ga er nog één openmaken. Oh. Dit is serieus super is handig. Handig. Yes. En kijk, die zetten we gewoon hier neer, omdat het kan. Oh, Peter. Yes, super we nice. Dit is een Link hoofd. Oh my god. Oh my god, nee. Wat is hier gebeurd? Waarom is dat hek hier weg? Wat is hier gebeurd? Waarom is dat hek weg? Ik duw ze terug. Ja, duw ze terug. Dan hoor je hek te staan. Ga terug, lelijke koe. Ja, deze sla ik wel dood. Als je niet luistert, ja, daar val jij ook onder. Oh, maar hoe kan dat? Ja, ik weet het ook niet. Maar gelukkig hadden we wel aardig wat beesten. Ik weet waar het aan lag. Waaraan? Waarschijnlijk... Nee, ik weet echt niet. Raar toch? Hé, je zit niet meer gras te eten, joh, schaap. Oh yes, schaapje. Oké, bam! Bam! Weet je wat? We hebben nu het hoofd van Link. Ja? Die kunnen we nu hier op plaatsen, kijk. Waar? Hier, onder Jet. Oh, ja, inderdaad! Geniaal. Ja, dit ziet er leuk uit. Dit is leuk. Yes, we hebben gelukkig nog twee schapen. Ik wou net zeggen, als ik nou alle schapen heb vermoord... Je had mijn hoofd ook al. Ja, zeker weten. Had ik al? Ja, kijk. Oh, ja, die had Milan gekregen in de vorige aflevering, meen ik. Oh, chill. Chill. Ja, super nice. Dan heb je Milan te danken dus. Dankjewel Milan. Oké, kijk. Even dat andere schaapje. Hopsakee. Kijk, we moeten meer schapen hebben. Bum, bum, bum. En meer koeien. En hier krijg je ook achievements voor, hè. Ik ga heel even kijken. Wat ook alweer. Doe dat ding dicht. Ja. Even kijken. Ik heb dus een paard getemd. Ik heb 5 kippen gefokt en 5 schapen. En 5 varkens moet ik nog fokken. Ik moet nog 1 enderman killen. En even kijken, wat heb ik hier nog meer? Ik zie daar een schaap. Ja, je kan hem... fok 15 kippen. Oh, dat kan ik ook wel doen. Daar heb je seeds voor nodig, hè. Dat is niet zo moeilijk. Oh ja. Ik heb trouwens 1 vraagje. Ja. Dit zit al een beetje de hele tijd dwars. Ja, oh, dwars zelfs. Waarom als ik omhoog kijk, zie ik een varken vliegen? Ja, dat kan je beter een keertje aan Link vragen. What the fuck, Link? Link die dacht, weet je, ik hang een varken op. Ik heb trouwens een cadeautje voor je. Blijf daar. Oké, ik blijf hier. Blijf daar. Het is echt een cadeautje wat uit mijn hart komt, man. Jee, nieuwe kippen. Oh, dan is het altijd een goed cadeautje. Tenminste, daar ga ik vanuit. Wat als het niet goed is? Ben je dat teleurgesteld? Natuurlijk. Ik ga deze boven Jeremy's hoofd doen. Kan dat? Nee, dat kan niet. Oké, dan doe ik hem boven die van D. Dat kan ook niet. Oké, dan doe ik hem hierboven. Kom op. Hierboven kan ik hem vast wel plaatsen. Waar is mijn hoofd? Oh ja, hij staat erboven. Oh, nice. Chill. Hoppakee. Oké, wat heb je? Heb je die nou gemaakt? Nee, heb ik gejat. Oh. Hey, als je wil, kan je zwaard enchanten. Oh nee, maar je hebt nog geen diamond zwaard, hè? Nee. Dus dan dat zou zonde zijn. Ja, dat zou heel erg zonde zijn. Dus dat gaan we ook maar niet doen. Maar ik heb nog een reactie. En dit heb ik helemaal niet geweten. En we gaan ook dan maar even meteen op jacht. Mm-hmm. Wist je, en dan ga ik hem meteen opdoen, dat als je een pumpkin opdoet, dat je endermans afschrikt. En deze reactie is van Tiger Girl. Echt? Ja, dat heb ik dus nooit geweten. Ik ook niet. Ik weet wel dat je wel zo'n poppetje kan maken met een pumpkin en sneeuw. En hoe bedoel je een poppetje? Dat je een sneeuwman kan maken. Oh, echt? Weet je dat ook niet? Nee, dat wist ik ook niet. Dat is ook wel gewoon een... Oh, pas op. Hopsakee. Oké, die is dood. Oké, oppassen, geblazen. Hé, dat is een goeie, hè? Dat is goed. Vond ik leuk. Ah, nee, is hij toch ontploft. Ah. Het is dus zo dat als je die creepers gaat killen, vooral jij, dan krijg je allemaal leuke achievements. Oh, chill. Ja, toch? Dat is wel goed om te ik weten. Ik ga inderdaad deze nog even afdoen. Ik ga heel even deze bomen omhakken. Het is denk ik leuker als dit gewoon allemaal weg is, al die bomen. Ik ga op zoek naar een enderman. Ja, is goed. Als we een enderman hebben. En als je zombies of wat dan ook tegenkomt, alle mobs. Ik zou ze serieus allemaal killen, ja. Oeh, ik zie hier een cave. Oh, daar gaan we in. I'm going to follow you. Laat maar, hij is wel heel klein, maar er zit wel resources in. We kunnen dit eventueel, als we hier even een torentje maken. Ja. Dan weten we waar we naartoe moeten. Kijk. Hier kunnen we eventueel een mijn starten, want je hebt hier al een begin. Je hebt hier kool. En je kunt die dan eventueel verder minen. Oh ja, inderdaad. Maar het loopt daar wel dood. Ja, maar dan kun je verder minen. Ja, oké. Ja, we hebben al zo'n stripmine, weet je wel. Dus op zich is niet echt nodig. Ja, kijk, we gaan... Jij met je stomme ideeën. Laten we helemaal naar de zijkant gaan hier. Ik zie daar wat water. Ja, maar het is ook overdag, hè. Dus dan vind je altijd alles veel minder snel. Mm-hmm. Het is jammer dat we geen 2 paarden hebben. Want dan konden we supersnel overal heen natuurlijk. Oh, dat zou wel echt een goal zijn, hè. Als we even 2 paarden kunnen fixen. Ja, zeker weten. Maar zo'n zadel, holy shit. Dat ik dat gewoon krijg. Maar je had ook geluk, want we waren het net proberen aan het temmen. Ja, serieus. Dat was, dus dat was wel echt heel, heel chill. Oké, hier ben ik nog nooit geweest, aan deze kant. Je ziet wel, de border is zoveel kleiner geworden. Dat is waar ook, door Milan. Oh god, een kip. Oh, echt stom. Ja, die kippetjes die kill ik maar gewoon. Zullen we slow-motion dan?
Kijk hier, pumpkins, pumpkins. Dat is ook toevallig. Zullen ze allemaal jatten? Ja, kijk dan hoeveel. Dat is gewoon een kleine pumpkin farm. Oh ja. hoe kom je eigenlijk aan een pumpkin farm? Dan moet je toch van die seeds hebben? Ja, pumpkin seeds volgens mij. Ja, pumpkin seeds. Hopsakee. Ja, met een X kan je ze vet snel weghalen. Oh, dit is ook ideaal. Kijk hier, een zwart schaapje. Ja, nice. Die moet ik eigenlijk even knippen. Kijk, oh, ik heb twee iron. Dus ik maak even een schaap. Oh ja, chill. Hoppakee. Want als we eenmaal zo'n... Kijk, want later kunnen we die schapen wel verven. Ja. Heb je varkens? Hoppakee. Ja, varkens heb ik nog niet. Hier is een varken, kijk. Ja, alleen die vermoorden we wel gewoon. Die pakken we later wel. Kijk. Alleen, we hebben nog geen... Hey, bedankt voor je ei. We hebben nog geen wortels. Oh ja. Dus wij hebben nog wortels nodig. Ik ben heel pro in wortels. Ja, jij bent heel erg bekend met wortels. Maar dan moet je toch gewoon gras kapot slaan, dan komen seeds uit. Ja, maar dat zijn geen wortels. Hoe kom je aan wortels? Hier, skeleton. Ja, hoe je aan wortels komt, is als je bijvoorbeeld een zombie killt. Oh ja, precies. Dan kan je serieus een wortel krijgen, maar ja. Dat is vet zeldzaam. En ik... Ja. Oh my god, ik had looting 3 op mijn zwaard, maar ik besef me nu pas dat ik gewoon dat niet meer heb, omdat ik dood was gegaan. Oh nee, sukkel. Wat vervelend. Maar gelukkig heb je nu wel zo'n enchanting ding, man. Ja, dat wel. Dus zo'n looting 3 was toch best wel zeldzaam om te krijgen. Dus... Precies. Milan's gat. Milan's gat? Waar staat dat? Hier staat Milan's gat. Echt? Kijk. Ik weet geen eens waar je bent. Oh, daar beneden. Hallo? Milan's gat. Ik kijk Milan's gat in. Super random. Anyways, laten we het hierbij laten. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie mij morgen bij een nieuwe aflevering. Morgen is volgens mij een minigame. In ieder geval, bij een nieuwe Minecraft video om 7 uur. Peace.